Ik ben Michelle de Jong, ik ben 23 jaar en dit is mijn vierde jaar bij Schaats Team Regeborg. Dit seizoen heb ik dus gedebuteerd bij de Olympische Spelen en dat was voor mij gewoon heel gaaf dat ik me daarvoor heb geplaatst überhaupt al. En er kwamen hele bijzondere dingen voorbij, zoals bijvoorbeeld dat Kjeld Nuis won op de 1500 en dat Irene ook won en dat we daar gewoon bij konden zijn als team. En ja, het was gewoon heel bijzonder met de openingsceremonie en de sluitingsceremonie. Ik had gehoopt iets beter te rijden, maar alsnog met een 13e plek als debutant denk ik dat het best oké is. Dus daar kan ik wel weer verder mee. Nou, mijn eerste leerpunt is sowieso om stil te staan bij de start. Want ik had heel veel moeite om stil te staan, omdat ik zo zenuwachtig ben. Dus ik stond echt te shaken. En om iets relaxter te zijn. Want ja, op zich had ik niks te verliezen en in mijn hoofd dacht ik van wel. Wat ik leuk vind om op een rustdag te doen, zoals hier in Insel, is om bijvoorbeeld een kabelbaan te pakken en de berg op te gaan. En daar gewoon even lekker te lunchen en een drankje te doen. En gewoon lekker relaxen en genieten van het mooie weer. De leukste zomertraining vind ik een technische training, dus zoals skileren, want dat lijkt voor mij het meest op schaatsen. Of sprongen op de atletiekbaan vind ik heel leuk. En ook lekker fietsen. Hardlopen is voor mij de minst leuke zomertraining, omdat ik toch iets meer technische uitdaging zoek. En ik het toch iets meer op schaatsen wil laten lijken. Ik vind het leuk om in mijn vrije tijd te koken, lekker uit eten te gaan of met vriendinnen even wat gezelligs te doen. En om te koken vind ik het altijd lekker om pasta te maken. Vorig jaar heb ik voor het eerst meegedaan aan een Europees kampioenschap, wereldkampioenschap en de Olympische Spelen. En het is mij voorheen nog niet gelukt om op internationaal podium te eindigen. Maar mijn doel voor komend seizoen is om dat wel te doen.